die boom is amper zoals ik zelf. Ik voel mij zoals die boom. Die boom vangt die hoogste wind. Die hoogste wind, die zesde winden komt boven. Die boom vangt hem. En als ik daar schuil, kan je zelf de geluid van die boom te blaren horen. Hij praat met jou. Als jij bemoeid in je hart is, ziek in je ziel is, kan je met hem praten. Hij zal de boodschap horen. Die kameeldoornboom is onze familie. Van die grootste verzameling voels maakt daar schuiling. Zo ook die mensen. Dat is waarom ons soms tijd aan hem schuil. Eerst is een kiri uit die wortel. Haal je een kiri uit. Wat je misstapt. En wat je beschermt tegen enige aanval. Zoals een slang of een ding wat in je pad is. Die peel van onze put wordt een gat weer gebrand dat die niet weer kan groeien. En die put wordt gebruikt dan om graf te maken, zodat je kan verkopen. Zo heeft bijwaarde. En zelfs diezelfde peel, die andere deel van die peel wordt aan de bokken gegooid of die schapen, daar vreet het in. Dat is een bijna sterk kost voor de dieren in het veld. Afflimatie is deel van zijn gezond maken, die wortel van een jong kameeldoornboom. Als je weet waarom dat gebruikt, is die baas ook om het te zijn. Die man om hout op zoek, maar hij weet eens waar. Die boom heeft hout ook. Gaan breek hout bij die boom. Bij daar die boom komt zit die as voor soms tijd. Als die regen valt, hij moet regen valt, hij zacht erin valt. Dan zit hij daar, dan spreekt hij zijn vlekken uit. Dan maak je hem naar dat draai zo. Dan maak je hem naar dat draai. Al die ronde zo draai en die ronde aan die boom zit hij. Zo was hij hem af. Dan zei hij, oh wat vlees eet nou. Ik spreek je veel. Nou, toen zie ik ze, dan kijk ik zorgens, dan zie ik hoe was hij voor hem. Maar gelukkig is ons bevoorrecht om door ons gedeelte van die land bij je toegerust is met kameeldoornboom. Maar nogthans, laat wetten moet wezen om dat te beschermen.